2, 3, 4, ga. Welkom kijkeraars en ook luisteraars en ook mensen die op enig andere manier contact kunnen hebben met dit station. We hebben vandaag een hele bijzondere uitzending, want dit is de 300ste nieuwsuitzending van Perry Winkel. In samenwerking met... Want ik had het niet kunnen doen zonder andere mensen. Nee, oké. Okay. En zoals u ziet is hij wat... aan het verbeteren, ja. Ja, hij is een titel aan het maken, dus dat is misschien ook wel mooi. Maar hij wilde het over een aantal dingen hebben waar hij het in de afgelopen jaren over heeft gehad. Sorry. En dit zijn dus 7 onderwerpen waar hij het over wil hebben. Dus ik ga hem een aantal vragen stellen. We hebben gekozen om deze keer de rol van interviewer om te draaien. Dus ik ga hem een aantal vragen stellen. En ten eerste, Perry, gefeliciteerd met je 300ste uitzending. Punt 1, dat is geen vraag. Nee, dat is... Maar dat moest ja, ik... Nu ben ik net als jij, want jij komt ook zo leuk uit de box komen. Nee, maar dankjewel. Nee, dankjewel. Ja, dat was een grapje. Ja. Nee, maar goed. Oké. Dan hebben we het daarover gehad. We kunnen meteen overgaan naar het volgende punt. Marianne Vaatstra. Ja, dat was de eerste hit. Ja, echt een hit was dat? Dan moet ik toch een vraag stellen. Marianne Vaatstra, daar heb je de meeste hits op gehad, hè? Ja. Heb je nou niet het idee dat je een beetje misbruik hebt gemaakt van het verdriet van de zaak Marianne Vaatstra om hits te krijgen op je... YouTube kanaal? Hele goede vraag. Ik was voor een akkefietje, wat helemaal goed afliep, bij een strafadvocaat op het Willemsplein. Je kan het zo vinden, voorbij die snackbar rechtsaf. Hè. En daar heb ik die advocaat, die strafadvocaat, want ik stond, ik had bijna niet meer mogen vliegen. Was persona non grata aan het worden. En ik denk, dat moet ik niet hebben. Dus ik zat bij die strafadvocaat en ik heb mijn tijd gebruikt om hem te vertellen wat voor een belachelijk requisitor Henk J. Maus heeft geschreven over deze zaak. Eventjes, is het akkoord dat je die naam noemt? Of Henk J. Maus? We gaan dit overdoen, knippen dit eruit en... Zeg je van nee, de naam van de strafadvocaat heb ik niet genoemd. Ik heb de naam genoemd van de procureur-generaal de strafpleiter of zo. In ieder geval die man van het Openbaar Ministerie. En die gaat een stukje schrijven over een vrouw die vermoord is. Nou is het mij duidelijk. Ja. En die heet gewoon Henk J. Maus. Ja, dat is gewoon toch een raadsman, maar... En dan, hij werkt voor het Openbaar Ministerie. Ja, precies. Ja. En hij heeft er geen enkel probleem mee dat... Justitie helemaal nooit zich heeft afgevraagd hoe het kan dat er het lichaam, het stoffelijk overschot, gevonden wordt van een jonge Friese vrouw en het bloed is allemaal weg. Was het een vampier? Henk J. Maus? Nee, denk ik niet. Ja, psychisch gesproken. Ja, psychisch gesproken was Henk J. Maus een vampier. Ja. Ja, of het lag in het... Het bloed lag in de sloot. Allebei even triest overigens, hoor. Maar... Nee. Want Marianne Vaatstra... Oh, sorry dat ik de naam noem, maar hij staat ook in beeld. Maar die naam mag je toch een keer noemen. Nee, maar daar hebben we het over. Ik bedoel, we hebben het over de slachtoffer. En het slachtoffer... Dat noem je niet mag bij naam. Dat mag mijn naam en toenaam genoemd worden. Eén keer. Maar de dader niet... He, die heet altijd Harry Q of
Ja, of Willem V. Of, over de dader, Jan de B. Of, dus dat is altijd de dader, weet je. Wat is je vraag eigenlijk? Oh ja, nou, sorry. Ik zou vragen stellen. Ik geen antwoorden geven. Vaatstra. We hadden het over de... Maar hebben ze jouw vraag was of dit mij ging om veel views. Ik heb jou verteld dat ik zelfs naar een strafadvocaat gegaan ben. Ik heb het requisitoor, dat heb ik hier in mijn woning, heb ik helemaal onderstreept. Het staat barstens vol met leugens. Want ik weet van dialectische eristiek. Of eristieke dialectiek. Ik heb het werk van Schopenhauer gelezen. Ik weet wat de kunst van het liegen is. Perry, zeg nou maar eens gewoon ja of nee. Nou, ik heb het dus niet gedaan voor het aantal... Ik moet een vraag stellen. Perry, zou je misschien op deze vraag gewoon ja of nee kunnen zeggen? Nou, nee. Dus. Nee, oké. Okay. Nou, dat is duidelijk. Ik ben wel blij met al die views. Nou ja, dat betekent in ieder geval dat mensen zich daar in betrokken voelen. En ik moet toch weer naar een vraag. Maar hoe lang geleden is het dat jij daarmee begon? Ik denk, ik woonde toen al hier op de Rode Beurstraat. En dan was ik veel alleen. En misschien wel vanuit die eenzaamheid, dat ik dacht van ja, ik zie mijn dochter bijna niet meer. Ik zit hier maar in mijn eentje. Misschien wel daar vanuit. Ja. Okay. En dat moet ergens. Het moet in ieder geval van. Ja. Oh, trouwens, er is wel een publicatiedatum. Is dat nou? Dat kan je ook kijken. Even kijken. Dat is niet eens zo lang geleden, eigenlijk. Nee, dat is nog maar 2 jaar geleden. Of misschien, hangt er vanaf wanneer het is. Het is trouwens mijn trouwdatum. Oh. Ook dat nog? Ja, wel een pikant detail. Ja. Ja. Oké, maar dit is een goed antwoord op je vraag. Dan gaan we door. Oké, over Marianne Vaatstra. Goed, vertel jouw verhaal eventjes in een heel kort en beknopt verhaal. Oké. Ik heb toen het slachtoffer in de krant stond vanwege haar overleden lichaam of stoffelijk overschot. Toen dacht ik in eerste instantie van ja, als je ook zo'n vrouw bent die naar een avondje zuipen... een weiland inloopt om een fiets te stelen... of naar een station gaat om een fiets te stelen. En dan word je uiteindelijk... er werd ook nog allemaal dingen stonden er in de krant... over de manier waarop ze verkracht was. Hè? En ik dacht toen van... ja, maar als je ook zo dom bent om je vol te zuipen... en dan ook nog gaat stelen... en je, ja, dat dacht ik toen. Daar schaam ik mij nu voor... Dat kan ik me wel voorstellen, maar ik zeg niet dat je je hoeft te schamen. Oh, ik schaam me daarvoor. Nee, je bent tot inzicht gekomen, dus dan hoef je je nu niet meer voor te schamen dat je vroeger anders dacht. Ja. Ik bedoel, vroeger was je een ander mens met andere veronderstellingen en andere beelden. En je hebt inmiddels ook wel, want je bent ook wel de 50 gepasseerd. Dus je hebt inmiddels ook wel dingen gezien. Ja. Maar sorry, ik zou mij tot vragen richten. Precies. Ja, en toen, jaren daarna... En trouwens, Marianne, slachtoffer... Slachtoffer is overleden, heen gegaan... op het moment dat mijn dochter... verwekt moest zijn, volgens de medische industrie... Het scheelde hooguit 2 weken. Oké, okay, nou dan heb ik weer een vraag. Wat ga je daar aan hangen? Alleen maar dat ik... Nog een vraag.
Even een specifiekere vraag. Van, ga je dan zeggen dat jouw dochter de reïncarnatie is van Marianne Vaatstra? Nee, dat zei ik niet. Ik zeg net dat het kan twee weken schelen. Het kan zijn dat mijn dochter twee weken verwekt is. Daarvoor verwekt is voordat Marianne Vaatstra gekeeld is. Die is echt gekeeld, hè? Dat is met Isis, hè? Zij heeft gewoon een Isis doodgestorven. Verklaar je nader. Marianne Vaatstra, haar keel is doorgesneden. Of ze is verwurgd? Ja. Ja, of doorgesneden, dat maakt op zich niet uit. In ieder geval, ze is doodgebleven. In haar lichaam zat geen bloed meer. Iemand heeft haar vermoord en iemand heeft... Ja, maar hoe komt al dat bloed eruit? Nou, dat kan dus op verschillende manieren. Ik bedoel, het bloed loopt eruit als je een gat maakt wat een beetje tegen de grond aan ligt. En als een lichaam ergens drie weken ligt, ja? Nee, ze is de volgende dag gevonden. Dus binnen 24 uur gevonden? Ja. Oké. Dan kan het alleen maar een aanval van een vampier zijn. Maar ja, dat zou jij moeten zeggen, want ik zou eigenlijk alleen maar vragen stellen. Goed, en daar kwam ik dus achter, hè? Dus dat zij is dus de volgende dag gevonden. En de nacht daarvoor, de avond daarvoor, is ze door haar broer naar Kollum gebracht. Zij woonde in Zwaagd-Westeinde. Ik moet het niet om elkaar halen, want je hebt Kollum en Buitenpost. Buitenpost heeft er ook mee te maken. Ik ben geen bekende in Friesland, hè. Maar ze is door haar broer naar het paradijs, Paradisk op z'n Friese. Ze is door haar oudere broer daar naartoe gebracht. En haar moeder heeft gezegd dat ze ervan uitging dat slachtoffer gewoon met de regiotaxi naar huis zou komen. Maar eigenlijk had ze gewoon met haar broer weer terug moeten komen. Nee, die broer die had gewoon gezegd, ik breng je er wel naartoe en je pakt de regiotaxi maar terug. Die heb je daar, de regiotaxi, en dat kost je €10 of zo. En zij dacht van, weet je wat, er staat daar een fiets. Nee, die fiets die stond, ik pak even het kaartje erbij. Nee, maar zij besloot uiteindelijk toch met de fiets naar huis te gaan. Staat er al. Kijk, daar woonden ze. Nou, dat is een mooie plek om te wonen. Dat lijkt me wel, ja. Dus, en dan heb je de Westereem heet het ook wel. West-Eend. Nou ja, maar het ligt in Friesland. Zit het wel goed, ja, want dan heb je hier dan boven. En daar zit gewoon. Oké, precies, ik zei het wel goed. Zwaagwesteinde is een gemeente in de Westerreen. De Westerreen, ja. En dan moet je dus daar in Kollum, dat kan je zien, hè? Daar was het paradieske. Oké. Daar in Buitenpost, daar is Marianne, is slachtoffer, op de fiets gezet door haar vriendje. Die zei, ga jij maar in je eentje naar huis fietsen. Want ik ben te... Ja, weet ik van wat. Dan zou ze had ook de nachtbus kunnen nemen. De regiotaxi. Daar reed je natuurlijk geen bussen daar, man. Dit is Friesland. Dus niet Amsterdam-West of zo. Nee, maar het is best wel lastig. Als je dus zegt van als zij van Kollum uit naar het zuiden is gefietst. In plaats van dat ze... zeg maar richting de Westerreen was gegaan. Ja. Dat is wel vreemd. Want haar moeder ging ervan uit dat haar dochter met de regiotaxi naar huis zou komen. Ja. Dus
heen de regio taxi hoefde niet, want haar broer had wel even tijd. Wat kost het met de auto vanuit de Westerreen even naar Kolm en weer terug? Daar ben je in een uur mee klaar. Ja. Ben ik mijn zusters hoeder? Nou, in die... Ja. Nee, daar gaat het niet om. Kijk, dus op de heenreis... Sorry, dit was een keiharde opmerking van Marco Robinson. Van, zijn wij elkaars hoeder? Als mensen stupiditeiten begaan... En ik hou iemand tegen om een stupiditeit te begaan. Twee maanden later doet hij precies hetzelfde. En, Sorry, ik zit... Maar jij zit een beetje te fucken nou. Ik zit je een beetje te dissen nou. Ja, klopt. Maar ook maar een beetje. Maar ja, de slachtoffer was 16 jaar. En die wilde lekker gaan feesten met Koninginnedag. Dus de moeder had gezegd, nou, je broer brengt je wel heen en terug neem je de regiotaxi. Ja, het vervelende is dat verschillende mensen verschillende opvattingen hebben wat feest is. Want uiteindelijk diegene die mevrouw Vaatstra heeft... Slachtoffer, ja, please, alsjeblieft. Ja, ja, het slachtoffer. Ja, maar dat mag dus genoemd worden. Het slachtoffer die het met de dood heeft moeten bekopen. Ja. Die het met de dood heeft moeten bekopen. En ja, we gaan ervan uit dat de dader gepakt is. Nou, op basis waarvan dan? Nou ja... Op basis van... ik heb dat document hier nog staan. Hoor. Even kijken. Want ik heb het allemaal gescand. Dit heb ik helemaal. Kijk, nee, dit is de fout. Dit is een afschrift waarvan? Oh, dat had ik niet mogen zien. Deze gaat mee om. Dit is van Wim Dank. De andere was. Dat maakt niet uit. Dit is van mij. Requisitoire. Nee, eikel. Sorry dat ik eikel zei, trouwens. Staat er toch boven? Nee, er staat requisitoor. Nou, requisitoor. Er staat toch een i? Requisitoor. Die stad in Brabant heet ook Oorschot. Nee, maar zoom hem weer even in dan. Zodat ik me daarvan kan overtuigen. Er staat requisitoor. Twaar. Nee, requisitoor. We zitten er hier niet in Noord-Frankrijk of zo. Of nog erger in de buurt van Parijs. Maar dit is toch een Frans woord, of niet? Het spreek je uit als requisitoor. Ja, requisitoire. Nee, requisitoor. Die stad in Brabant heet niet Oierschot, die heet Oorschot. En je bedoelt Oosterwijk. Precies, en dat spreek je uit als Oosterwijk. Ja, in Nederlands wel. Ja, en dit is een Nederlands geschrift. Dus, en trouwens, die strafadvocaat, daar was ik voor dat akkefietje. Want ik moest echt, ik wilde niet een strafblad hebben. Nee, maar leuk dat we daarover zeiken. En die strafadvocaat, die zei dus tegen mij, van, oh, u bent op de hoogte van de uitspraak. Ik zei ja. En dit is het, dit heb ik hem gegeven, deze PDF, die heeft hij gekregen. En dit staat helemaal vol met bagger. Het is alleen maar bagger. En waarom... Waarom? Okay. Kijk, we zijn het erover eens, de slachtoffer is overleden. Dat is die is familie helemaal droevig, de buurt helemaal in paniek. Daar is helemaal geen enkel probleem over. Ja, ze is gevonden. Maar waarom ga je dan als requisitoor bagger schrijven? Ik vind dat een halsmisdrijf. Ik vind eigenlijk dat Henk J. Maus, die moet verbannen worden. Of hij krijgt net als Socrates de gifbeker, als dat verhaal überhaupt geklopt heeft. Maar Henk J. Maus, daar wil ik niks meer mee te maken hebben. Die man is zo schuldig als de hel, zoals de Engelstaligen zeggen. Heeft hij die zaak opgelost? Hoe kan je de zaak oplossen door één groot rookgordijn op te werpen? Nou, dat kan.
Ik ken meer mensen die dat geprobeerd hebben. En die waren minder succesvol. Dat geef ik toe. Maar ik zou alleen maar vragen stellen. Dus, oké. Okay, ik heb toch een hele leuke ook, statistiek. Okay, nee, oké. Okay. Heb jij nog wat meer materiaal over mejuffrouw Vaatstra? Of nou, gaan we over tot het volgende punt? Ja, ik heb want we moeten natuurlijk ook rekening houden dat we maar beperkt tijd hebben. Ja, nou anders maken we hier gewoon één uitzending van. En wordt het de nieuwsuitzending 300.a. Maar drie, B en C en D. Ja. En E en F, tot en met de N tot en met G. Maar, ik heb even een telling gemaakt. Hij noemt de naam van het slachtoffer 153 keer. Oké. Okay. Daar heb ik een probleem mee. Want hij had gewoon kunnen zeggen, we hebben het over Marianne Vaatstra, geboren te Huppeltje Pup, die heen gegaan is. Dat is een slachtoffer. En vanaf dat moment gebruik je het woord slachtoffer. En hij, ja, nee, je valt me in de reden. Waarom eigenlijk? Ik val me in de reden omdat ik weer een vraag wil stellen. Ja, want ik stel je nu de vraag, als jij zo doorgaat, dan zie je de naam van Maria Vaatstra nog wel vaker zeggen dan wie dan ook. En maakt jou dat verdachte dat jij haar vermoord hebt? Ik begrijp de logica niet. Nee, jij zei net, omdat iemand, een van de getuigen of een van de verdachten, de naam zo vaak heeft genoemd, dat voerde je als bewijs aan. En wat ik wilde zeggen, dat geen bewijs is. Ik heb, ja, dit, hoe vaak je iemands naam noemt, weet je wel, is geen bewijs. Oké. Het gaat hier over Henk J. Maus. Ja, en? Hij noemt in zijn requisitoor de naam van het slachtoffer 153 keer. Ja, maar kijk, Perry, als dat het criterium is, dan moet jij dus uitkijken wat jij zegt en hoe vaak jij iemands naam noemt. Ik heb je net gezegd dat het heel eenvoudig is. Je zegt gewoon aan het begin van je requisitoor, het slachtoffer heet Marianne Vaatstra. Dan kan je zeggen, het slachtoffer heet voornaam, tussennaam en achternamen. Achternaam, dat kan ook twee zijn. Ik heet Perry Franciscus Martinus Winkel. Ja? Als ik vermoord ben en iemand gaat een verhaal vertellen over de oorzaak van mijn dood, dat hij dan de hele tijd gaat zeggen Perry Franciscus Martinus Winkel, dat vind ik niet nodig. Nee, maar, ik ben gewoon een slachtoffer. Perry, even. Wat heb je nou op mijn beeldscherm neergezet? De laatste Marianne 153. Ja. Vaginaal 6. DNA 63, vrijdag de 13e. Oraal waarschijnlijk 18. Nee, oraal 5. Het woord waarschijnlijk 18 keer. Oké. Is dat een bewijs? Is dat. Hier heb je het over Henk J. Maus. Die man die krijgt €5.000 netto in de maand. En die produceert deze bagger. Verzet 10. Ja, vrijwillig 13. Het was vrijwilliger dan dat ze zich verzet heeft. Dus eigenlijk, volgens Henk J. Maus heeft Marianne, heeft slachtoffer erom gevraagd. Het heeft zich niet genoeg verzet of zo. Ja, en dan de volgende, ga eens even door. Oraal was 5, hè? En wat is de volgende term? Pijpen, maar dat is ook oraal. Dus bij elkaar is dat een 7. Ja. En dan staat er verzet. Dat is een 10, ja. Ja, dus ze had er geen problemen mee dat ik er haar kutje likte. Maar ze had wel problemen met pijpen. Het is
allergoorste bagger die er is. En het verschrikkelijke vind ik, ja, dat ik... het leuke is, of het verschrikkelijke, of het angstige, of het meest grappige, dat mensen denken, wat maakt het uit? Had ze die fiets maar niet moeten stelen? Wat maakt het uit dat justitie Henk J. Maus een paar flessen rode wijn heeft gegeven en gezegd, je hebt 6 maanden... Oh. Heeft hij 6 maanden over gedaan, hè, om dit te schrijven? Nee, 6 maanden lang. En ga even lekker door met die termen, man. Mag ik hier even een vraag stellen? Ja, natuurlijk. Oké. In hoeverre heeft het stelen van haar fiets te maken met niet gestolen. Nee, met dat ze op die manier behandeld werd zoals ze behandeld werd. Laat ik het eventjes heel, ook voor kleine kinderen even duidelijk maken van dat we geen, waar je eigenlijk voor uit moet kijken. Oké, om antwoord te geven. En jij gaat zo dadelijk door met het oplezen van die termen. Marianne, het slachtoffer, ging er zelf ook van uit dat ze met de regiotaxi terug zou gaan naar Zwaag-Westeinde. Nou, dat hele feest ging niet door. Want die Sorry, wat wou je zeggen? Doordat die regiotaxi niet reed? Vraagteken? Die reed gewoon. Die reed wel? Ja, natuurlijk. Maar... kom op, man. Wake up. Maar mocht ze niet mee? Wake up en smel de koffie. Nee. De vriendje had geen geld meer. Ze hadden alles opgesopen. En de vriendje zei, kom op, ik neem je... Dit is het officiële verhaal van Henk J. Maus. Hè? De vriendje heeft tegen slachtoffer gezegd, ik heb geen geld meer voor de regiotaxi. We hadden niet zoveel moeten drinken. We zitten helemaal rechtsboven in Kolm. En jij moet naar de Westerin. We gaan even naar buitenpost. Daar woonde die jongen trouwens. En dan hebben ze daar een fiets gejat. En toen hebben ze het slachtoffer op die fiets gezet. Die had niet eens licht. Ze moest 10 kilometer naar huis fietsen. Dat hebben die jongens gewoon gezegd. Hé, bitch, lekker fietsen, jongen. Kortom, dat hele verhaal, daar klopt helemaal niks van. Ik weet niet hoe het precies in elkaar zat. Maar het officiële verhaal klopt niet. Oké. Dat, dat geloof je toch zelf niet? Dat doe je toch niet? Je hebt een vriendin. Dat meisje moet terug. Je kan toch ook zeggen tegen een meisje, ik heb geen geld meer voor de regiotaxi. Maar ja, je mag met mij in bed slapen. Of mijn dochter heeft altijd nog een matje over en een slaapzak. Dan slaap je maar even bij mij en dan morgenochtend gaan we wel pinnen voor meer geld. En dan mag je terug naar Westerin. Ja, en dan vertrouw je de verkeerde persoon die dat zegt. Huh? Ja. En dan vertrouw hoezo je... Hoezo was slachtoffer verkeerd? Maar wat heeft slachtoffer nou verkeerd gedaan? Waarom is het terecht dat haar keel doorgesneden is? Nee, het is niet terecht dat haar keel doorgesneden is. En het enige wat ik zeg van, zij vertrouwen de verkeerde mensen. En dat is een halsmisdrijf? Nee. Maar daar heb ik een heel goed antwoord voor. Ik begrijp de onderliggende... Perry, waarom voel je je altijd zo meteen aangevallen? Om even een vraag te stellen. Hè? Omdat ik vind dat dat niet hoort te gebeuren. Er horen geen 16-jarige vrouwen of mannen of Friese vrouwen gevonden te worden in een weiland met de keel doorgesneden. En dat justitie, want daar gaat het dan om, dat jij dus zegt, we hebben justitie nodig. Maar dan zeg ik, ja, doe wel, want wie heeft dat gedaan? Het enige wat wie ik zeg heeft is dat jij in Teletubbieland leeft. Okay. Jij leeft in Teletubbieland. Yep. Ik moet het als een vraag stellen. Leef jij nou eigenlijk in Teletubbieland? Yep. Dus jij wil eigenlijk dat alle schapen en alle leeuwen en alle luchtballonnen allemaal met elkaar kunnen samenleven. Ja. Een soort utopia van... Oké, maar zo zit de wereld niet in elkaar.
Oké, en ik vind dat je daarna moet streven. Ik vind ook dat je daarna moet streven, maar dankjewel. Maar ik weet ook dat die wereld niet zo in elkaar zit. Nou wil ik daar ook weer een vraag over doen. Nee, maar ga even door met die termen. Ja, oké, maar door met die termen. Ik moet daar weer een vraag over, want ik zit om weer antwoorden te geven in plaats van vragen te stellen. Hoe nu verder, Perry? In de Bijbel staat, en daar hou ik mij aan, dat het kwade niet te bestrijden is, dat dat niet onze taak is. Het is onze taak om het duidelijk te maken, te exposeren. En wat moeten we dan exposeren? Wat het kwade. Het kwade. Het kwade. En wat is het kwade dan? Nou, dat zie je hier. Want nou, wat heeft, behalve de voor- en achternaam van slachtoffer, hè, die heeft 153 vermeldingen. Ik heb je net uitgelegd, dat was niet nodig. Want die Henk J. fucking Maus, en nu mag ik fucking zeggen, want familie die zat in de rechtszalen en maar hij nou zat te doen... Perry. Oké, sorry. Nou begin je boos te worden. Maar nu is de vraag aan jou. Is dat niet hetzelfde? Wat? Of het kwade en het boze niet hetzelfde is. Zoiets heet emotie. Ja, emotie. En dat vergeef je, dat vergeef je toch altijd iedereen? Ja, wij weten toch nog dat wij samen zaten te Mario Karten. En die Marokkaanse jongens die werden helemaal emotioneel. En die pakten onze gamecontrollers af. Dat mag toch gewoon? Ja, waarom niet? Ja, precies. En wat is het tweede ding? Dus 153 heeft de meeste score. Wat is het tweede ding wat de meeste score heeft? Weet je, het interesseert me helemaal geen zak. Of zij gaan winnen of verliezen. En als zij denken dat zij iets gewonnen hebben met het van ons af te pakken, dan denk ik van, nou, laat maar zien dan wat jullie ermee doen. Precies, dus ik mag ook emotioneel zijn. Ja, dan zien we gewoon binnen 30 jaar dat het gewoon afglijdt naar dat hebben we eigenlijk al gezien. Dat het, als we dat in hun handen overlaten, dan glijdt het af naar iets wat we niet meer kunnen. Dat weet ik. Want Christus Jezus heeft gezegd, er komt een nieuwe aarde en een nieuwe hemel. Ja. Jij weer met die lul aan. Wat zeg je nou? Kom jij weer met die lul aan. Ja, ik heb besloten, ik ga gewoon tegen elke vorm van beleefdheid jij in. Jij zit het net zelf. Jij bent de meest ongelofelijke domme nihilist en atheïst die ik ken. Maar daarom hou ik ook zoveel van jou. Maar wat is nou de tweede term die hierin staat? Qua score. Want dit heb ik dus. Weet je hoeveel uur het heeft gekost om deze lijst op te. Maar wie heeft deze lijst nou eigenlijk gemaakt? Ik. Oh, die heb jij gemaakt. Dus jij hebt eigenlijk. Dan ga ik even zeggen dat jij er. Dat jij daar toevallig was in Friesland. Laat ik het dan zo vriendelijk zeggen. Want je hebt daar zo. Dit is een obsessie voor jou geworden. Toen ik dit schreef, dat was 2015. Toen was mijn dochter 16. Ja, zo ongeveer. Tegen de 16 aan. Zij is dus toch geboren uit Tonight We Gonna Party, like it's 1999. Dat is een beetje, oké, maar de tweede term, hè? Nee, sorry, dat ik er even een grapje van maak, Perry, want daar hou ik wel van grapjes. Ja, behalve als het over dode Friese vrouwen gaat, of vrouwen in het algemeen, of mensen in het algemeen. En dit is een duidelijk voorbeeld van hoe ongelooflijk gewelddadig, hoe ongelooflijk gevaarlijk
ons koningshuis en die paus is. Oh, ja. Want ze doen dit gewoon, hè. Ze stoppen dit gewoon in onze strots en wij vreten het alsof wij een stelletje ganzen in Noord-Frankrijk zijn. Met zo'n ken je dat? Een stofzuigerslang en dan zo'n pomp. En... Nee, maar Perry, als ik dit mag omdraaien. Ja, doe het gerust. Hoe gevaarlijk ben jij? Ik ben erg gevaarlijk. Vind jij dat? Of vinden andere mensen dat? Andere mensen vinden dat. Waarom? Nou, ze vliegen me aan en ze pakken mijn mobieltje af en gooien tegen de kei aan. En klootzak hou je bek en ik ram je in elkaar. En, ja. Dus ze vinden jou helemaal niet gevaarlijk? Want ze vallen je aan. Ja, dat komt omdat ze denken. Als mensen jou gevaarlijk zouden vinden... Ja, dan, sorry dat ik weer een antwoord geef, maar als mensen je gevaarlijk zouden vinden, dan blijven ze bij je uit de buurt. Of niet, soms. Ja, de beste verdediging is de aanval. Mensen zien mij als een bedreiging. Dat is zo. Mensen zien mij echt als een bedreiging. Ja, en het hoeft helemaal niet. Behalve als je een klojo bent. Want ik maak je gewoon. Ja, het is niet. Ik val mensen niet aan. Ik ben nooit persoonlijk beledigend grof. Ik zeg alleen wel. Als iemand zegt A is nooit B. Of zoiets. A nee, is maar, geen maar, A. Goed. Dat, ja, dat, als je zegt A nee, is maar, geen A. Dat, nee, maar Perry, laat ik het zo zeggen. Is het niet zo dat het afhangt van de persoon? Tegen wie je het zegt. Wat je tegen iemand zegt. En waar het van afhangt is wat die persoon accepteert. Ik vind dat echt bullcrap. Ik vind niet... Persoonlijk beledigend grof mag je niet doen. We hebben het erover gehad. Ik mag jou niet vies, lelijk, homo-achtig uitziend jongetje noemen. Die in zijn billetjes geneukt wil worden. Maar dat durft hij nog niet met een vieze gootsteen. Dat vind je geen leuke descriptie. Dat is persoonlijk beledigend grof. Hè? Nee, maar dat is ook... Maar dat doe totaal, ik er ook niet. Er is ook totaal bezijden de waarheid. Ja, maar daar gaat het ook bij om persoonlijk beledigend grof te zijn. Want ik ben vanaf mijn jeugd uitgekomen van brillenjoods. Ja, nee, ja, maar... Ja, dat zeiden die jongens alleen maar om mij te treiteren. En die meisjes gingen dan bij die jongens staan en... Maar nee, dat is persoonlijk beledigend grof. Maar dat doe ik niet. Dat is gewoon niet waar. Het begon bij mij al toen ik 4 jaar oud was. Toen zat ik heel gefascineerd te kijken... naar hoe meisjes aan het elastieken waren. Uh-huh. Ken je het spel elastieken? Ja. En dat is zoiets als... dat kun je ook tussen je vingers spelen met een draadje. Uh-huh. Ik ken het. En dan hebben ze allemaal moves met het elastiek. En ik stond ernaar te kijken en dan zeg ik, maar mag ik meedoen? Nee, jij mag niet meedoen, want jij bent een jongetje en dit is een meisjespelletje. Ja, daar hadden die meisjes helemaal gelijk in. Ben ik dan een homo dat ik wil meespelen met een meisjespelletje? Nee, je had het helemaal niet moeten vragen. Je had het gewoon moeten doen. Inspring. Ja, je had gewoon moeten inspringen. Ja, nee, maar dat... En jij gaat een beetje om toestemming vragen? Nee, maar, als maar je mee wil doen... Ja. Maar bij een ander spelletje deed ik dan wel mee. Dat was bij het touwtje springen. Oké. Maar toen sprong ik wel in. En is dat ook zo'n leuke... Soms ook heel geslaagd, maar soms ook helemaal niet geslaagd. En dan tik, 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 tik. Dan ga je helemaal tegen de tik in. En dan met 2 touwen, heb je ooit met 2 touwen gesprongen? Yep. Echt waar, joh? Ja. Weet je, dan moet je leren vliegen, want dan moet je echt die touwen vermijden. Ah ja. Ah. That's a big thing. Maar je hebt het, ja oké, okay. Maar even terug, even al die termen. Dat is ook wel uit respect voor slachtoffer. Dat we echt wel eventjes dit afmaken. Vind ik ook. Dat
Ja, ik vind het linker. We bleven bij anaal. Er zijn twee rijen. Dus je moet eigenlijk van linksboven naar linksonder. En dan van rechtsboven naar rechtsonder. Moet ik dan echt door alle pornografische lagen heen? Ja, dat doet gewoon, man. Ah, door alle stront heen, om het zo maar even te zeggen. Hoe of heet die term die onder pijpen staat? Ja, maar weet je, als ik moet kotsen, moet ik kotsen. En dan denk ik van, laten we alsjeblieft op het volgende onderwerp overgaan. Ik vind het een hele mooie. Nou, sluit deze maar even af en dan pakken we zo dadelijk onderwerp 2. En dat wordt nog erger hoor, dat wordt nog erger. En blijven er natuurlijk altijd hele grote vragen over dit dossier. En niemand kan zeggen van wie er nou precies gelijk heeft. En misschien komt het ooit nog allemaal op zijn poten terecht. Ik hoop het wel. Maar we kunnen er niet levenslang op blijven hangen. Maar op zijn hamburgers zeggen we wel tjus. Dankjewel.